Het is heel belangrijk, vinden wij, dat de mensen kennis maken met hoe dat het vroeger was. Vroeger ging het gemoedelijk en alles werd gebruikt en hergebruikt. Dus het is een cirkel die rond is, maar die hier ook helemaal bekeken kan worden, van het zaaien tot het oogsten. We laten hier zien hoe dat de mensen vroeger leefden in Gemert, in een dorpje rond 1900, 1920. Dit museum is interessant voor jonge mensen met kinderen. Die kunnen laten zien hoe dat vroeger hier gewoond en gewerkt werd. En voor oudere mensen die het een feest van herkenning vinden. Dit museum, dat kun je echt niet missen. Je moet hier een keertje op bezoek geweest zijn. En je wordt getriggerd om vaker terug te komen. Want hier is iedere keer iets anders te beleven. Ieder seizoen. Het zijn charmes. En wij laten dat optimaal zien door onze 250 vrijwilligers.